zag je op YouTube. Zegt hij tegen jou en ik... Oh! Mooi schat. Nou maak ik het uit. Hm? Dus vraag ook altijd weer verdoving. Later, bitches. Kom maar. Wacht, nee. Even snackie. Lekker. En toen waren we er 10 minuten te vroeg. Naar mijn nieuwe weekvlog. Oh ja, het is alweer een nieuwe weekvlog. Goh, besef een momentje. Heel erg bedankt voor het kijken naar al mijn andere weekvlogs en video's. Gaat lekker, supergoed. Heel erg bedankt. We gaan gewoon gelijk beginnen. Dus doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor als je nieuw bent. Ik ben Floor. En we gaan gewoon direct beginnen met de vlog. Vandaag is het echt een rotdag. Want ik begin al met de dag dat ik naar de tandarts moet. Want ik heb een gaatje en die moet ik opvullen en... boren en ik haat het zo erg. Ik heb er ook echt geen zin in. Dus ik ga me nu even klaarmaken. Heel goed mijn tanden poetsen. En dan hopen dat het meevalt. Want ik zie het ook gewoon gebeuren dat ze zeggen... ja, Floor, je hebt nog 3 andere gaatjes of zo. En dan is dat zo van... nee. Maar goed, dat zie ik dan wel weer. Dus dat is wat ik nu ga doen. En dan als ik thuis kom, moet ik bezig voor school. Omdat ik volgende week deadlines en tentamens en zo allemaal heb. En dan vanavond werken, dus dat is weer een beetje zoals de vorige keren, maar ja, vaste dagen met werken. Dus dat is de planning voor vandaag en ik ga me nu klaarmaken, tanden poetsen en zo, en dan zien jullie me zo weer terug. Zo, ik ben klaargemaakt. Ik heb even geen zin om mijn haar los te doen, want ik ga toch echt alleen maar naar de tandarts. Dus ik vind het wel even lekker als het uit mijn gezicht is. Ik draag dit trouwens, dit truitje van New Yorker en weer zwarte broek van Primark. Daar leef ik zo wat in. Dus ik ga donderdag ook naar Amsterdam met mijn vriend. En daarvoor ga ik een aparte pashockeyshop nog opnemen. En die komt dan ook nog online. Dus ik denk dat ik daar ook wel ga kijken naar nieuwe zwarte broeken. En daar heb ik heel erg veel zin in. Gewoon lekker naar Amsterdam, lekker shoppen. Nou, ik leef nog. Ik ben nog niet eens 1 minuut thuis. Ik zweet me kapot. Ik heb me echt kapot gezweet daar. Dus ik stink, joh. Niet te doen. Dus ik ga even douchen. Ik heb ook echt zo'n fluffy trui. Dus die gaat in de was. En... nou ja, ik heb het gewoon overleven. Maar ik ben het dus wel gewend. Want op de een of andere manier, hoe goed ik ook poets en hoe vaak ik ook poets, het heeft geen nut, want ik heb wel heel vaak gaatjes. En dat komt vooral omdat ik vulling heb gehad vroeger. En dat gaat er dan weer uit, dus dan heb je weer een gaatje en dan moet je weer opnieuw doen. Maar ik vind het zo naar, want deze had ik. Ik heb normaal altijd deze kiezeren gaatje. Of altijd, dat valt ook wel mee, maar vaak. Maar nu dus hier... en dat komt omdat ik de achterste kies een keer heb moeten trekken of uit laten snijden bij een kaakchirurg. Ja, echt lekker verhaal dit. Omdat die doorkwam en anders tegen mijn andere kies aan ging en heel gedoe, dus die moest eruit. Dus ik heb hier maar 1 kies. En die gaat dus alles belasten of die krijgt al het werk, laat ik het zo zeggen. Dat snap ik op zich ook wel, dat die het moeilijk heeft. Maar in ieder geval, het was een heel klein gaatje en ze wouden dat dus voorkomen dat het groot werd. Dus daardoor ging ze het wel gewoon behandelen. Maar ja, dan gaan ze hem weer helemaal uithollen en groter maken en dan weer vullen. Nou, dat vind ik zo naar. En ze vragen ook altijd weer verdoving, maar ik ben nu al echt gewend. Dus ik zeg altijd nee. En dan zeggen ze nog altijd helemaal erbij, ja, als het echt pijn doet, moet je het maar zeggen. Dan krijg je alsnog verdoving, maar gewoon even tot 10 tellen en dan is het klaar. Maar goed, dat was dat. Ik ga nu even douchen, want ik zweet me kapot, zoals ik net zei. En dan ga ik bezig voor school en wat drinken, want ik heb dorst. Laptopje mee, let's go. Zo, ik heb me lekker even gedoucht. Ik heb mijn chillkleding aan, zoals altijd. Ja, als ik vakantie heb, ga ik me gewoon niet. En ik heb niks nuttigs te doen. Waarom zou ik me dan helemaal fancy aankleden en opmaken als ik denk van ja, dat zit niet eens chill. Ja, ik ben echt daarin heel makkelijk, maar dat heb ik nu al wel vaker gezegd. Ja, ik zie er gewoon soms als een zwerver uit. Een beetje zo'n I don't care feeling. Okay. Are you there? Nee. Oké, ik ga even bezig met school. Lekker op de bank voor een deadline. Dus dat is wat ik nu ga doen. Morgen moet ik trouwens ook nog overdag werken. Dus 's ochtends ga ik leren. En 's avonds moet ik ook nog even wat dingen doen. Dus dat is wat ik nu ga doen. En ik ga zo ook even lekker eten maken. Want ik heb nu al best wat trek. En het is 11 uur. Maar goed, maakt niet uit. Let's go. Ik word trouwens zo gelukkig van jullie. Weet je waarom? Kijk. Ik kom met mijn abonnees, weet je wel. Gewoon lekker te kijken. En naar mijn views. En ik vind het echt... heel goed gaan en ik ben er super blij mee, want ja,
het is wel gewoon een dingetje, weet je wel. Weekvlog, je moet het wel echt willen. En ik wou het echt zo graag. En nu heb ik het gedaan en het wordt ook een soort van beloond. Want gisteren had ik 2500 abonnees behaald. Dus ik was super blij. En nu heb ik al 2636. Dus ik heb 136 in één dag erbij. En dat vind ik wel echt top. Want ik wil je daar echt heel erg voor bedanken. Ik ben er echt super blij mee. En ik zit ook de hele tijd als ik weer even bezig ga. En dan ga ik weer kijken. En dan refresh ik. Wow, ik ben echt zo enthousiast. En dan zit er weer wat bij. En daar word ik echt gelukkig van. Dus ik vind het echt top. Heel erg bedankt. Ja, nu ga ik echt weer even verder. Zo, ik vergeet de hele tijd dat ik make-up op heb. Want ik zit de hele tijd in mijn ogen te wrijven te doen. En dan voel ik mascara. En dan denk ik, oh ja, oeps. Ik heb even heel erg lekker appel met kaneel en wat water. Ik heb alleen wel heel veel kaneel, maar goed. En ik ga nu mooi weer verder. Dus. Zo, daar was ik weer. Ik ga nu naar het werk toe. Tot sluis. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Jullie zien me morgen weer. En slaap lekker alvast. En tot morgen. Ik ben net terug van werk. En ik ga nu mijn make-up eraf halen. En Hollands Next Top maar terugkijken. Want het is nu de uitzending. En volgens mij staat het dan al wel online. Anders zie ik het op Insta. En dat wil ik ook nog niet. Dus ik ga het gewoon gelijk terugkijken. En aangezien het vakantie is, kan dat. Ja, en dan morgen vroeg moet ik leren en werken. En als het kan, kom ik eerder op werk. Want ze hebben wel iemand nodig nog eerder. Dus ik kijk nog even of ik dat red. En dan s'avonds ook weer even bezig. En kijk wel even hoe en wat. Ik heb trouwens alweer een brandwond. Dit. Oh, het is echt erg. Hier helemaal. En dan hier nu ook een rondje. Ik heb normaal zo'n streep of een hoekje. En nu een rondje. Want ik ging zo met de overplaat. Ik ben echt soms zo onhandig. Oh shit. Ik zie niks. Ik ga lekker Hollands Next Top Model terugkijken met chips. En drinken. Oh, dat is zo slecht. Maar het is vakantie dus. Yay. Het staat nog niet op RTL Excel. Dus ik ga maar gewoon YouTube kijken. En dan morgenavond Hollands Next Top Model terugkijken. Goedemorgen. Ik ben echt net wakker. En toen mijn wekker ging, werd ik ook gewoon gelijk wakker. Het was echt dat ik nog sliep. Zeg maar, normaal word ik al iets eerder wakker. Auw, heb ik hier een peus? Doe pijn. Ik ga gelijk even eten. Of ze hebben op werk nog wat mensen nodig. Maar ik moet echt eerst bezig met school. Dus ik ga even snel eten en dan bezig met school. En als ik eerder klaar ben, dan ga ik me gelijk omkleden en ga ik naar het werk toe. Ik moet tot 5 uur werken. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik ga even eten en wakker worden. Ik ben thuis van werk en ik moest uiteindelijk 11 uur beginnen. Of ik ben om 11 uur gegaan. Dus ik heb aardig wat gewerkt. En nu moet ik nog bezig voor school. Omdat ik dat vanochtend niet echt kon doen. En ik haat 's avonds bezig voor school. Maar ja, ik doe het maar eventjes. Ik heb ook helemaal geen vakantiegevoel, maar goed. Nou, dat ga ik nu doen. En ik ga me even omkleden. Dan ga ik even leren en eten. Zo jongens, daar zit ik dan. Heel wat later. Ik zit lekker op de bank. Met M&M's. Choco Crispy. Super lekker. Ik hou niet zo van pinda's. Dus top. Lekker eten. Is goed voor je. En water. Ik ben gestopt met school, want ik ben klaar. Ik heb mijn ding gedaan nu. Op een gegeven moment, ik was aan het typen en ik kon niet eens meer normaal typen. Dan weet je ook gewoon dat je moet stoppen. Dat is echt... Oh, ik was echt even helemaal klaar mee. Mijn hoofd explodeerde echt. Dus ik ga... Wow. Het waait trouwens super hard. Ik vind dat best wel eng, want ik ben alleen thuis. En dan gaan alle deuren open neer en alle ramen. Oké, maar goed. Ik ben lekker aan het eten. Ik ga filmpjes kijken en zo. Een beetje niks doen. Even mijn hoofd leegmaken, want ik heb vandaag wel echt een druk dagje gehad qua werk en school, zeg maar. Dat ik echt veel dingen achter elkaar ging doen en het wel afkrijgen en zo. Dus dat. Dus ik zit nu eindelijk lekker op de bank. En morgen weer zo'n dagje dat ik de hele dag bezig moet voor school. Echt niet leuk voor jullie om te zien. En daar ben ik me ook heel erg bewust van. Het is ook saai, want ja, het is gewoon saai. Maar goed, zulke dagen en weken zijn er wel. Ja, ik moet ook gewoon studeren. Oh. Ik ga stuk. Kijk, normaal edit ik mijn video's, weet je. En dan plan ik het in en dan komt het online. Nu zit ik mijn video van vorige week vlog te bekijken. Zie ik dus
oh mijn god, zie ik dus dat ik nog een stukje erin heb gelaten wat eigenlijk wat ik nog wou wegknippen. Weet je wel, dat ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. En dat is dat ik een boer laat. En dan had ik voor de grap zo ingezoomd op mijn hoofd. En dan laat ik een boer in de auto met mijn vader. En dat was zo van, hé, dat ga je nog laten wegknippen, weet je wel. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Maar goed, ja, that's me. Ja, ik laat boertjes. Maar het is wel, ja, dat was wel even grappig toen ik dat zag. Ik dacht, oh, oeps, lekker Floor. Hallo? Yo! Yo, ben je op de fiets? Naar mij toe komen. Waar staat hij? Wat? Weet je nou wat ik ging doen? Nee. Ik ging naar jou, maar voetbal kijken. Oh ja. Ah, sorry. Oké, okay, doei. Nou maak ik het uit. Doei. Nee! Nee, het is toch. Het is toch niet uit. Ik wou zo graag dat je kwam. Waarom moet je nou weer naar Jelmar? Jelmar. Ja, maar ik ben leuker dan voetbal. Ik heb M&M's. Ik heb nog 6 M&M's. 6? Dat kan toch gewoon, ja. Ja. Nu 5. Maar weet je, ik moet eigenlijk douchen en mijn haar wassen, maar daar heb ik geen zin in. Doe dat toch gewoon, dan kun je daar naar de tv kijken. Ja, maar ik heb geen zin. Oh, oh. Nou, schiet ook niet, hè? Nee, klopt. Maar ik... Veel plezier dan. Ja, dankjewel, hè. En... Dat komt wel goed. Kom je top. Doei. Hey, yo. Dat was echt een teleurstelling. Oh man, dat is echt een teleurstelling. Wat moet ik nou gaan doen? Ik zie er niet uit ook. Ik denk dat ik maar wel ga douchen, ja. Ja. Oh, ik ga heel even wachten en dan ga ik zo douchen. Het is vandaag woensdag en ik heb net rijles gehad. Super vroeg. Het was nog helemaal donker buiten. Ik zie er nu niet uit, want ik moet vandaag weer bezig voor school. Zoals ik gisteren zei. Ik doe even de leuke lampjes aan. Dus vanavond moet ik nog sporten. En ja, ik ga nu bezig voor school. Oh, echt geen zin in. Ik ben ook heel moe. Ik heb heel slecht geslapen. Ik weet niet hoe dat kan. En ik moest dus rijden. En ja, dat ging wel goed. Nou, we gaan donderdag toch niet naar Amsterdam. Nu gaan we vrijdag. Laurens die mag met vrienden mee naar Duitsland. En dan gaat ze stadiumtour doen en iemand of de ouders van een vriend ophalen. En hij vroeg of wij dan vrijdag konden, omdat hij heel graag mee wou. Dus ja, dan ga ik maar wat ik vrijdag moest doen, morgen doen. En dan wat ik morgen dus zou doen naar Amsterdam, gaan we vrijdag doen. Moet hij van mij wel donderdag naar, als hij terugkomt, van dat blijven slapen. Want dat zouden we sowieso doen, dus dat wil ik nog wel. Dan kan hij in ieder geval wel gewoon naar Duitsland dat doen, want ik weet dat hij dat super leuk vindt. Dus ja, soms moet je... Geven en nemen. Hij is heel lief, dus dat gun ik hem wel. Dus we hebben het verplaatst. Dus, oh mijn god, nu moet ik gewoon 2 volle dagen met school bezig. Ik vind dat verschrikkelijk. En ik heb het hier voor me. Ik heb gisteravond dus deze samenvatting nog gemaakt. Even van een bepaald onderwerp iets opnieuw samengevat. Want dat was wat moeilijker, dus dat heb ik goed samengevat. Ja, maakt ook niet uit. Dus dat is een beetje de planning. Dan weten jullie dat nu ook. Ik krijg helemaal lamme arm. Dus vandaag bezig met school. Morgen bezig met school en expeditie. En dan komt Laurens slapen s'avonds. En dan vrijdag gaan we naar Amsterdam. Dus dan neem ik jullie mee. Daar heb ik wel heel veel zin in. Maar even dus een switch. Oké, ik heb een pakketje binnengekregen. Dus ik dacht, ik ga nog even snel unboxen. Maar mijn moeder bracht hem even. En ik weet al wat het is. Want ik heb weer een nieuw hoesje besteld op AliExpress. En het is eigenlijk precies dezelfde als wat ik nu heb. Oh, grappig, ik heb hem niet om. Nou, ik laat het even zien. Ik heb deze besteld. En dit is dus gewoon doorzichtig met zilveren hartjes. En ik heb deze al in het zilver met sterretjes. En dat vond ik wel even leuk, want ze worden altijd zo vies. Dus ik dacht, hey, we kopen even een nieuwe. Oeh, pretty. Ja, hij is wel heel erg... Ik weet niet of je het kan zien op camera, maar er zitten... Nee, dat kun je niet zien. Jawel, kijk, nu kun je het zien. Van die vlekken. Alsof het... Ja, vlekken heeft. Maar het is... Kijk, het kan niet weg. Hoort dat? Alsof het een soort panterprint effect er nog in heeft. God, het is alweer 12:30. Ik moet zo even eten. Oeh, dit voelt altijd zo fijn dan. Oh, top.
Vind ik heel fijn. Dit heel apart. Deze loopt heel rond af of zo. En nu als ik dit vasthoud, voelt het heel vierkant. Ik vind het heel mooi en fijn. Alleen dat patroontje is vet raar. Dat pantenprint effect noem ik het gewoon. Maar dit is wel echt super mooi. Nou ga ik deze nooit meer afdoen. En ik ga even wat eten. Maar eerst heel veel dit afmaken. En dan mag ik van mezelf eten. Want dan ben ik er ook klaar mee. Met dit. Wat ik nu aan het doen ben. Dus bijna. Kom op Floor. Nog even strijden. Ik heb echt geen zin meer. Oh, mijn hoofd die barst gewoon zo uit. Oké, okay, helemaal klaar met dit vak. Ik heb er helemaal koppijn van. Nou, ik ga even lekker eten maken. Eigenlijk heb ik helemaal geen honger, maar goed. En daarna hoef ik nog maar één dingetje te leren. En dan ja, kan ik vanavond ook wel weer even lekker serie kijken. Jee, daar heb ik zin in. Elite. Ik ben nu bij aflevering 2. Dus daar ga ik mooi mee verder vanavond. En ik moet ook nog sporten. Ik ben een beetje blij. Ik denk dat jullie dat ook wel merken. Dus ik ben bezig geweest voor mijn portfolio. Dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. En dan moet ik morgen nog iets anders leren in plaats van portfolio. Dus ik heb gewoon even iets omgeruild. En ik ga nu heel even, even chillen. Want het is 2:15. En ik ben non-stop vanaf 9:30 bezig geweest. Of 9:00 of zo met school. Dus ik ga nu even Elite verder kijken. Dus ik ga nu echt even lekker chillen en Netflixen. Want dat heb ik eigenlijk de hele vakantie nog niet echt gedaan. Ik ben alleen maar bezig met school. Dus saai. Ik dacht echt, ben ik nou achterlijk? Maar hier kan dus in het hoesje helemaal geen lader in. En toen ging ik even kijken. En die kan open. Maar dat wil ik echt niet. Ik wil het er gewoon af. Want ik denk dat als je dat heel vaak zo doet, dat hij ook zo blijft staan, weet je wel. Maar op zich wel goed, want het beschermt dan wel goed tegen stof en viezigheid en zo in je lader. Zo, ik ga sporten, dus ik ga hem even omkleden. Maar ik voel me nog steeds een beetje... Bleh. Oh, ik zie echt niks, want ik heb nu mijn bril af. En als je dan de hele dag je bril op hebt gehad en je doet hem af, zie je echt niks. Dus ik heb echt het gevoel alsof ik nog moet wakker worden, maar that's not what it is. Oké. Okay. Ik doe ondertussen even mijn legging aan. Hardloop, sportlegging. Ik moet even een nieuwe aan. Want deze heb ik dus echt al zo lang. Echt sinds mijn eerste klas al. En ik zit nu in HBO leerjaar 1. Ik bedoel maar. En ja, vraag me niet hoe die nu nog steeds past. Vraag me niet hoe. Alleen aan de bovenkant is die iets te klein. Ik ga even een hele strakke start hebben. Want mijn haar is zo glad als ik weet niet wat van het wassen. En altijd in de winterperiode wordt mijn haar zo statisch. Ik word er zo gek van. Net ook had ik een trui aan, doe ik hem uit. Alles is weer statisch. Het is nu helemaal statisch en ontploft. Dus dat. En ik heb ook helemaal geen make-up op. Alleen nog een klein beetje versleten wenkbrauwen. Oeh. Patroon is hier nu een pukkel. Boven op mijn lip, echt pijn. Misschien van het labello smeren. Want ik heb hele droge lippen. Victoria's Secret. Oké, dit is mijn sportoutfit. Vraag me niet waar alles van is. Ja, deze is van Adidas. Mijn schoenen van Nike. Maar dit is volgens mij van Intersport. En mijn sportbra is lichtroze. Die is van Hema. Oh, ik weet het gewoon. Top. Even mijn haar fixen. Zo, ik ga er nu vandoor. Tot zo. Jongens. Mijn god, kijk dan. Naar het bezweten, afgetrainde hoofd. Het was zwaar. Ik moest 40 kilo halten met gewichten, zeg maar. En dan deadlifts en hang power cleans of zo. En dan 30 keer en dan weer 20 keer en 10 keer. En ondertussen moest ik, als je dat setje had afgerond, 400 meter rennen. En dan weer 20 en dan weer 400 meter rennen. En dan weer 10 en dan weer 400 meter rennen. Dus ik ben kapot. Binnen 20 minuten. Dus top. Ik ga even lekker mijn hoofd reinigen, gezicht reinigen, douchen. Want ik zweet me dood. Dan ga ik lekker op de bank ploffen. Appel met kaneel. Jawel. Dat is echt mijn go-to snack als ik wil snacken. En gezond moet zijn, zeg maar. Als ik het zonder dat ik nu hard heb gesport en dan chips ga vreten. Maar ik ben ook wel iemand die dat alsnog doet. Maar goed. En dan eerst eet ik dan een appel en dan denk ik, oh lekker chips. En dan ga ik chips eten, echt. Dan Elite verder kijken, want ik denk dat ik een beetje verslaafd aan het worden ben. Want ik ben bij aflevering 4. Zo, dat is mijn weken wel. God, zie ik eruit. Weet je waar ik dus echt heel veel zin in heb? Oké, ondertussen. Nee, oké, ik kan geen twee dingen tegelijk. Jawel, dat kan ik.
ga gewoon even mijn onderkin filmen. Ondertussen neem ik mijn appel en mijn water mee. Maar ik heb dus heel erg veel zin in overschotel. Want mama had gisteren zo'n lekker overschotel met ananas. Dat klinkt echt heel apart. Maar goed, je moet het gewoon proeven. Oeh. En met zuurkool. Als je zegt, ja, we hebben een overschotel van zuurkool, denk ik, oh, gadverdamme. Ik dacht al helemaal, oké, nou, let's try it. Zo. En het was goed te eten. Dus, ik zei al, man, die moet je echt vaker maken, want die was echt top. Ik film echt van alles behalve mezelf. Misschien ook maar beter ook. Het is gewoon een teken. Mijn armen kunnen niks meer, mijn benen kunnen niks meer. Ik krijg soms echt van die berichtjes op mail of zo met samenwerken waarvan je denkt. Bijvoorbeeld dan krijg je wel zo'n berichtje om ons dus te laten groeien. Wij willen jou helpen het laten groeien door likes te geven en volgers. En dan denk ik echt, are you fucking serious? Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ik bedoel, kom op, wat is nog wel echt, weet je wel? Ik kan daar echt niet tegen. Dan denk ik, doe gewoon zelf heel hard je best. En als dat lukt, dan lukt het. En lukt het niet, dan moet je er misschien maar even mee ophouden. Dat vind ik gewoon echt oneerlijk. Ik weet niet, ik hou daar niet zo van. Kijk, trouwens, Elite. Acht maar. Oh, oké. Nou, let's go dan. Later, bitches. Kom aan. Jee. Wacht, yo. Nee. Kus. Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben net wakker. Het is 10:30. Ik ben een half uurtje wakker, trouwens. En ik heb even uitgeslapen. En dat heb ik namelijk de hele vakantie nog niet gedaan. Dus ik dacht, goh, laat ik dat eens een keer doen. Superleuk, want gisteren kwam mijn vriend nog heel plotseling langs van zijn werk, uit zijn werk. Dus dat was heel gezellig. En toen gingen we nog even filmpjes kijken en zo. En ik zei toch van, ja, ik ben een lekker appeltje aan het eten. Maar zul je zien dat ik toch weer chips ga eten of zo. Dat was dus ook het geval. Ik ging weer chips eten. Oh. Maar ja. Maakt niet uit, het was lekker. Ja, ik zie er dus ook nog echt niet uit. Ik heb super veel spierpijn, maar alleen in mijn schouders. Oh, het doet echt pijn. Bah. En vandaag heb ik weer eigenlijk een heel saai dagje voor jullie. Ga veel rusten en bezig met school. Dus dat. Heel veel zin in morgen. Want dan ga ik dus naar Amsterdam. En dan ga ik een pashokje shoplog opnemen. Dus dat wordt wel super leuk. Ook voor jullie. Vanavond ga ik nog naar papa. En pizza eten. Expeditie Robinson kijken. Hi, Dickie. Wow, wat deed je? Hey. Zit je weer tevreden, ja? Ja, doei. Oké. 2:30 geweest. En ik ga nu pas middag eten. Kijk, ik was zo lekker in trance bezig met schoolopdracht. En die heb ik nu ook zo goed als af. Dus dat is echt top. Maar toen dacht ik opeens, wow, wacht, ik heb honger. En toen dacht ik, hoe laat is het? En toen, oh, 2:30. Dus ik ga nu pas eten. Ik heb lekker bolletjes met pasta en multivitamine. En het is ook best wel koud, want ik had de hele tijd in mijn kamer de ramen open. Of mijn raam open, want ik heb maar één raam. Het was eigenlijk super koud, dus ik ben helemaal onderkoeld. Ik heb nog extra kaas bij je opgedaan. Kijk dan. Oh, lekker. Wie van jullie heeft nu ook zin in pizza? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik moet even opschieten. Want wij hebben eigenlijk helemaal niet goed geslapen vannacht. Tenminste, ik ook niet, maar Laurens ook niet echt. Dus ik ben zo moe. Ik heb het gevoel dat ik echt niks geslapen heb. Maar ik heb me heel snel klaargemaakt. Nu moet ik even snel eten en zo. Want anders missen we de trein. Dus dat. Ik heb er wel heel veel zin in. Was ik dus al heel vroeg wakker ook, want ik heb helemaal niet geslapen. En toen ging ik even douchen. En toen ging ik er weer bij inliggen. En toen vielen we weer in slaap. En toen, toen ging de wekker. Het was oké, wow, maar goed. Het komt goed. Het is echt scheidweer. Het regent, het waait, het is donker. Maar goed, hoop dat het op mee gaat vallen. Ik ga snel. We moeten even opschieten, anders kom ik te laat. En toen waren we de 10 minuten te vroeg. Ik krijg als je met mij op stap gaat. Ja. Hij te vroeg. Ja. Nu voel ik me een toerist. Feeling like a tourist now. Waar moeten we heen? Oké.
Ga er mee op dan. Ik hoef daar niet. Ik ook niet. I love Amsterdam. Eeuw, hij kijkt naar mij. Kom, we gaan weg. Al die duim gaat. Nou, we staan nu in een pashokje. Ik heb nu wat dingen aan. Maar het is zo druk. Niet normaal. En ik ga echt bijna neer. Ik moet echt wat drinken. Dus we gaan zo even wat drinken. Je kan het echt niet meer aan. En het regent. Vet stom. Maar goed. Ja, even snackie. Lekker. Ik ben thuis. En Laurens is beneden. Dus ik heb even de outro van mijn video opgenomen. Want ik heb nog een paar dingen gehaald. En van Mac iets en nog wat dingen. Dus dat kun je in de video zien. Die komt dus aankomende dinsdag online. En ja, ik ga nu even omkleden en naar beneden. Oh mijn god, het is zaterdag en ik ben kapot. Ik heb dus 10 uur weer gewerkt. En mijn kamer, jongen, mijn kamer is altijd netjes. En nu? Het is echt één bende. En ik heb honger. Dus mijn zus is even aan het koken. En het is koud. Klagie, klagie. Maar ja, dat is een beetje de status. Ik ga het nu even opruimen. Dan ga ik eten en dan ga ik douchen en even rusten. Even zitten op de bank, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Oh mijn god. Sorry voor dit. Er zit dus een... ik heb trouwens in 10 minuten mijn hele kamer opgeruimd en mezelf omgekleed. Dat is echt netjes. Kijk nou. Perfect. Moor. Ja? De aardappels zijn vlees er klaar. Ja, ik kom eraan. Ja, ik kom er nu aan. Maar ik heb dus een olievlek of zo. Precies hier. Lijkt nu net een... mijn chill trui. Lekker charmant. Ik ga even eten dus, zoals je hoorde. En dan ga ik nog even editen. Wordt gek. Zoals je hoort, slaat mijn laptop op hol. En ik heb dus mijn video aan het, of die ben ik aan het opslaan om het in te plannen voor morgen, de vlog. Maar hij doet het niet. Het exporteren doet het niet. En ik word gek. Ik heb het al 6 keer geprobeerd. Dit wordt de laatste poging, zo niet. Ga ik proberen te verbinden met mijn computer. Dan doe ik het via mijn computer. Maar omdat ik hem niet kan opslaan, gaat dat heel lastig. En in het ergste geval moet ik het overnieuw gaan editen op mijn computer. Het is inmiddels 11 uur geweest. En ik ben vanaf, laat ik zeggen, 5:30 bezig met de vlog. Ik had er bijna alles af. Ik hoefde alleen nog maar een beetje puntje op de i en inplannen. En een thumbnail maken. Dus nou, dat ging top. 6:30 of 7:00 of zo. Wou ik hem opslaan. Zodat ik hem kon delen op YouTube. Inplannen. Zegt hij de hele tijd, geen ruimte op je schijf, dit en dat. Dus ik dacht, nou, hoezo, ik heb altijd ruimte. Nou, daar heb ik echt 7 keer opnieuw geëxporteerd. Maar dat duurt al super lang. En steeds maar bleef hij dat doen. En toen ging ik 2 keer via delen via YouTube. En toen deed hij het ook niet. Toen dacht ik, oh nee hè. Nu moet ik letterlijk van mijn laptop, want het kon ook niet delen via mijn computer. Want ja, ik had het nog niet opgeslagen of zo, dat kon niet. Omdat ik dus geen ruimte had. Dus ik moest op mijn computer alles opnieuw editen. Alles. Dus ik ben net klaar. 11 uur. Springt opeens mijn laptop aan. Met het delen via YouTube is gelukt. Dus ik heb 3 uur verspild aan het opnieuw editen van mijn video. En dat kan ik ook weer weggooien. En ik moet nu nog douchen. Ik wou nog mijn boek lezen. En ik wou, wat moest ik? Oh ja, ik moest nog voor school iets inleveren. En dan even nachecken en dan inleveren. Want morgen is de deadline. Maar ja, dan doe ik dat morgenochtend maar. Want dat ga ik nu niet doen. Want als ik nu iets inlever wat niet goed is. Dan, ik ben nu niet meer helder, zeg maar. Oh, dit was echt heel kut. Sorry dat ik het zeg, maar. Heel mijn zaterdagavond verpest. Nou ja, maakt niet uit. Heel gedoe. Het is gelukt. En ik ga nu douchen. Oh, ik zie, ik heb gewoon een rode kop van de inspanning, man. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben al een tijdje wakker. De klok is ook achteruit gezet. Ja, anders zou het nu 10:30 zijn. Het is nu 11:30. En ik heb een deadline van de schoolopdracht vanochtend al ingeleverd. En Ukkie al schoongemaakt net. En ik wou dus heel graag met stokjes van buiten een ladder maken. Zodat hij een beetje kan klimmen en zo. Dus dat ging ik net proberen, maar dat ging niet helemaal. Dus ik ga gewoon even naar de Pets Place, want hij heeft ook nieuwe zaagsel nodig. En het voer is bijna op. En dan wil ik ook gelijk een leuk spultje halen. Het hooi haal ik altijd bij mijn vriend vandaan.
Zij woont op een soort boerderij, zeg maar. Ik noem het gewoon een boerderij. En die hebben dus zo'n hooi schuur ding. Dus daar ligt heel veel hooi. En ja, ik ga me nu even douchen. Want ik ga zo ook naar Laurens toe. Want we hebben een verjaardag van zijn familie. Voor iemand van zijn familie. Dus ik ga me daarvoor ook even klaarmaken. Het was letterlijk 2 graden net. Dus het is super koud. En ik weet al wat ik aan ga doen. Zit kaartje nog aan. Hij is nieuw. Trouwens, ik wil nog iets super leuks zeggen. Want ik was dus in Amsterdam aan het shoppen. En opeens, ik en mijn vriend liepen een winkel binnen. En opeens, ik had het ook helemaal niet echt door. Horen we zo van, ik volg je op YouTube. Maar ik had het gewoon echt niet door. En mijn vriend zo, weet je wel. Ze heeft het tegen jou en ik, oh, zo leuk, maar echt zo toevallig, want ja, in Amsterdam, ik bedoel, kom je nou iemand daar van je kijkjes tegen, ze kwam uit Goor, ik vond dat wel super leuk. En ook dat ze dat gewoon even uitsprak, want ik vind dat altijd wel leuk om te zien wie mij dan volgen. Maar als je dit ziet, super leuk dat je me aansprak, heel erg leuk om te horen waar je dan vandaan komt. En ik vind dat sowieso heel erg leuk. Dus, nou, dat was wel super toevallig en dat vond ik gewoon heel grappig, ik wil het nog even zeggen. Oké, ik ga Soft & Gentle opdoen. Ik wil deze al zo lang. Oh, oh my. Oh, ik ben klaar en ik laat jullie nog even aan mijn outfit zien. Ik heb een geheel nieuwe outfit aan. Deze trui komt van de Bershka. Deze leren broek komt van de Bershka. En ik heb nieuwe laarsjes. Super mooi. Met parels en dingetjes. En deze komt van Most Wanted. Goed, ik ga er nu snel vandoor. Echt geen zin om door de kou te fietsen, want dan ga ik me dik inpakken en dan zweet ik als ik aankom. En dan, ja, dat is gewoon echt mijn struggle. Maar goed, ik ga er nu snel vandoor. Ik ga ook niet vloggen daar, want het is wel gewoon een andere familie. En mensen die misschien niet op film willen, ik vind dat gewoon niet zo netjes. Dus ik ga dat gewoon niet doen. En wie weet zie ik jullie vanavond nog. En het is zoals altijd weer maandag. En dat betekent dat ik de weekvlog ga afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vind jij hem wel leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor als je nieuw bent. En ik zie je tot de volgende weekvlog. Doei doei!